wat kunnen wij verwachten van jullie? Een avondje feest, dat is het idee. Wij zijn misschien wel niet de 11 beste muzikanten ter wereld, want dat zijn wij niet. Maar wel leuk om naar te kijken, dat is het idee. Dus we gaan proberen er echt een leuk feestje van te maken. Vanavond. Leuk om naar te kijken, want jullie hebben kleren is bijzaak. Nee, bedrijfskleding zie je? Bedrijfskleding, ja, niks is te gek. Hè? Nee, bedrijfskleding hebben we. Doe je ook een dansje? Wij doen meerdere dansjes. En wij laten het publiek ook mee dansjes doen. Ja, we gaan misschien zelfs nog wel met het publiek oefenen in bepaalde dansjes. Zou ook zomaar kunnen. En ja, we hebben er altijd wel zin aan, zullen we zeggen. Dit is de derde keer deze week voor ons. We hebben 2 keer in de Vierdaagse al gespeeld. En dit is een vette afsluiter van ons seizoen nu. Dus, ja. Fijn dat het allemaal weer kan, hè? Oh, dat is, wij hebben het zo gemist. We hebben het zo gemist en nu het weer kan. We hebben gelukkig ook best wel weer veel dingen staan, veel dingen gehad. En er komt ook weer van alles aan. Dus ja, we zijn heel blij. Heel blij, ja. Toch een beetje... het was echt een gemis dat we onze favoriete hobby niet hebben kunnen uitoefenen. Dus heel blij, ja. Ik kan me voorstellen. Maar en nog even terug over de muziek van vanavond. Hè? Wat voor nummers? Welke nummers? Ja, funk, soul, disco uit de jaren 70, begin jaren 80. De beste nummers daarvan. Niet allemaal het bekende werk, maar wel veel. Eigen bewerking, eigen sausje, wat medleys van dingen. Soms wat modernere dingen tussendoor. Met als grootste gemene delen dat het, als het goed is, als wij ons best doen tenminste, heel erg groove, dus dansbaar zou moeten zijn, ja. Dansbaar en ook veel meezingen, denk ik dan, als het hits van vroeger zijn. Ja, ik denk dat, ik weet niet, ik ben heel benieuwd wat we dadelijk te zien krijgen, maar ik denk dat iedereen de hits zeker zal mee kunnen zingen. Ja, dat is wel de bedoeling, ja, wel leuk. Hit.